Hey, ik ben Jury en tof dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Handig. Dat baking soda voor heel veel dingetjes goed is, dat is inmiddels wel duidelijk door alles wat op internet is verschenen. En zo heb ik er ook eentje gevonden, namelijk hoe je een eigen luchtverfrisser maakt. Deze luchtverfrisser zal veel langer meegaan dan een gemiddelde luchtverfrisser. Dus kijk even mee hoe je die maakt. Oké, wat heb je voor deze tip nodig? Eenmaal een lege pot met deksel. Zoals ik al zei, waar we het net over hadden, baking soda. Dit is echt een middeltje wat je voor verschillende dingen kan gaan gebruiken. Dus ik raad het zeker aan om een paar pakken thuis te hebben staan. Het kost heel weinig en het kan echt voor talloze dingen gebruikt worden. En dan heb ik nog essentiële olie. Ik heb hier lavendelolie. Ik vind lavendel erg lekker ruiken. Maar je kan natuurlijk zelf een geurtje kiezen die je lekker vindt. Het is echt heel erg eenvoudig en deze luchtverfrisser die zal veel langer meegaan dan een normale luchtverfrisser. Maar wat je doet, is je giet wat baking soda in de pot en dat mag best wel wat zijn. En wat de meeste luchtverfrissers die je in de supermarkt koopt doen is de geur maskeren. Dus dat het verspreidt een andere geur, een sterkere geur dan de geur in jouw huis. Maar baking soda absorbeert ook echt de vieze geurtjes. Nou, dit is wel goed. Ik heb hem ongeveer tot de helft gevuld met baking soda. Dan pak ik de lavendelolie en dan gooi ik een paar druppeltjes van bij. Mag best wel wat zijn, want ik heb ook flink wat baking soda gebruikt. En wat je dan nog eventjes moet doen, is het mengen met elkaar. Dus zet een deksel erop. En ga schudden. Hier is er dan je eigen luchtverfrisser. Het enige wat je dan nog even moet doen, is het gaatje in de bovenkant prikken. Je kan ook de deksel natuurlijk aflaten, maar ja, als hij dan omvalt, dan valt alles eruit. En dat zou heel erg zonde zijn, het geeft een hoop troep. Dus ik prik er even wat gaatjes in aan de bovenkant. Goed, dit is hem dan. Hij is helemaal klaar en hij zal echt wel maanden meegaan. Ik heb het al eens eerder geprobeerd en die staat nog steeds in de vensterbank. Dus ik zou zeggen, probeer dit uit, probeer het met verschillende geuren en laat weten of het jou heeft geholpen. En vond je deze video nou leuk? Vergeet dan niet een duimpje omhoog te geven. Abonneer je ook eventjes en deel dit met iedereen die je kent natuurlijk. Ook hebben we tegenwoordig onze eigen Snapchat en dat is Handige Tips. En als je ons toevoegt, dan kun je dus zien wat wij zo achter de schermen doen. En hoe het in zijn werk gaat om deze filmpjes te maken. Daarnaast hebben we ook een mooie Instagram pagina en dat is handigetips.ig. En daarop houden we ook dagelijks op de hoogte van andere tips, wat kortere tips. Ik zie je de volgende keer. Dat is handig!